Ook die man van de straat. Ja. Maar moest hebben veiligheidsgevoel. Na zo'n 1 jaar. En dan heb ik het dan over de positieve zijde. De mensen die zich bezighouden. De man zei, ik doe dat ook niet. Ook toen aan de sma, dat wordt agi. Ik nodig niemand uit er om zich aan te melden. Ik heb een heel ander beleid. Tene doe ook niet. Midden gewoon love up system en dan lach ik. Nu heb ik leren lachen. Snap je? Maar if you wear me ede, dan heb ik het erover van wanneer je komt aan de politie, dat je wear me ede. Dan moet ik contact je. En zonder aanzien 6 persoons. Snap je wat ik bedoel? Ik nodig niet uit, maar ik contact je. En wie speelt je, maar ik contact je. Nu ben ik er voor 2 jaar. Ik wil zoveel mogelijk doen met die samenleving. Eerlijk waar. Wat ik daarnet aanhaalde, dat ik ook deel ben van de samenleving. Nu zit ik hier. Maar ik heb ook familie. Ja? Mijn mensen die zitten aan het werk. Wat gebeurt er met hun? Dus ik ben verplicht om het samen met de korpsen te realiseren dat we kunnen praten over een stukje veiligheid. Het is meer dan een must. En het is, moet duidelijk zijn zonder aanzien des persoon. Wokong. Voor het laatst, ik nodig niet uit. We gaan ons werk zo goed mogelijk doen. Volgens wet en recht. Want de samenleving maakt er meer dan aanspraak op.